Hallo, ik ben Matthias van het Jeugdfilmfestival en ik ben hier ter plaatse op het Jeugdfilmfestival. En het is hier vandaag weer een drukte van je welste, want er zijn heel veel mensen komen opdagen om mee te genieten van de prachtige openingsfilm, Het Lied van de Zee. En ja, zelfs Prins Laurent en zijn gezin zijn hier om deze prachtige film mee te kijken. We staan hier bij Brecht, de programmator van het Jeugdfilmfestival. Wat mogen we verwachten van deze festivalweek, Brecht? Wel, een heleboel films. Zeer uiteenlopende films voor kinderen vanaf 3 plus tot 18 jaar. Het thema dit jaar is ook spannend. Griezelen, Chef in the Dark. Vandaar dat er een aantal spannende films tussen zitten. Maar we hebben ook daarnaast workshops. We hebben het Media Lab, Labo Chef, in het Steen, wat fantastisch is. Dat zijn een hele fijne ervaring. Zeker ook de moeite waard om te bezoeken in het Steen. Ik vond het geweldig dat de prins hier was natuurlijk. Ik kom eigenlijk elk jaar komen we wel 1 of 2 keer naar het Jeugdfilmfestival. Dus we gaan dat zeker blijven doen. We staan hier bij Piotr Durlij, mede-vrijwilliger op het Jeugdfilmfestival. Hoe voelt het om hier opnieuw te staan? Ja, het is hier heel tof. Ik vind het hier tof om hier terug opnieuw te staan. Vandaag is het ook een heel speciale dag omdat de prins hier is geweest. Ik heb hem ook een handje kunnen geven. Dus ik vind het ook, en ik hoop dat deze week ook echt super tof kan zijn zoals vorig jaar en vorig jaar en vorig jaar.